Iedereen wil een fijne Papendrechtse samenleving, waarin we er voor elkaar zijn met voldoende woningen, ook voor starters. In een mooie en veilige leefomgeving, met oog voor de natuur en het veranderende klimaat. We willen goede scholen, leuke activiteiten, ruimte voor initiatieven, mogelijkheden om te kunnen sporten en spelen. En uiteraard moet de zorg op orde zijn. Op al deze dossiers zijn grote stappen vooruitgemaakt, ondanks corona en noodzakelijke ombuigingen. De raadsleden en wethouders van het PAB hebben daar enorm hun best voor gedaan, open en eerlijk. Samenleven kan echter niet alleen vanuit zelfgecreëerde bubbels. Elkaar blijven bestoken en toeschreeuwen, ieder vanuit het eigen gelijk. Zoals we de laatste jaren helaas steeds vaker zien en meemaken. Al 40 jaar is het PAB er gewoon voor en door Papendrechters. Positief en vanuit een nuchter en realistisch midden. Want alleen in dit midden vinden mensen elkaar. Geven we elkaar weer de hand, zodat we nog meer voor elkaar krijgen. Voor de inwoners en ondernemers van Papendrecht. We dromen natuurlijk van een mooier Papendrecht voor iedereen, voor het behoud van de vele mooie voorzieningen en zo laag mogelijke lokale lasten. Maar we draaien onze inwoners geen rad voor de ogen, we vertellen geen sprookjes. Natuurlijk hopen wij op uw stem op 14, 15 of 16 maart, voor een positief, nuchter en realistisch geluid. Ga in ieder geval stemmen, want ook dat is een kwestie van gewoon doen. En wat mij betreft mag nu gedraaid worden Santé van Stromae. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Dat was Stromae en ik ga lekker aan Arno Jansen vragen waarom hij dit prachtige Franse nummer gekozen heeft.
Nou, na zijn pitch. Stromae is sowieso een hele rare artiest eigenlijk. Hij is net weer terug met twee liedjes. Eigenlijk tenminste voor mij twee liedjes. Santé en L'Enfer. Yeah. Wat menigeen ook heeft kunnen zien bij Matthijs Draait Door volgens mij. Maar wat zo bijzonder aan dit nummer is eigenlijk dat hij letterlijk zegt proost op iedereen die we eigenlijk niet zien. Eigenlijk iedereen die er echt toe doet. Maar die we vaak niet zien. Dat past ook heel goed, vind ik, bij de boodschap die we als PHB hebben. Dat we vanuit het midden willen opereren. Dat we vooral de mensen een stem willen geven die vaak niet gehoord worden. Tussen al dat schreeuwende geweld op de uiterste flanken, zeg ik dan maar, van de politiek. En vaak van de uiterste flanken van geen politiek, maar alleen maar van extremisme. Daar wilde ik wat over vragen, vertel. Wat je nu zegt. Dat midden, dat zei je net in je pitch. Ja. En dat had ik ook iets over. Hoe moet ik dat zien dan? Midden, is dat dan tussen links en rechts? Of... Ja, eigenlijk wel. Wij zijn als PHB natuurlijk van alle markten thuis. We hebben en religieuze, gelovige mensen in onze kring, als ook mensen die niet geloven. We hebben mensen die wat meer aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten. Wat meer op de milieukant, misschien wel wat door. Aan de veganistische kant, zeg ik dan maar. En net wat je daarvan vindt. Maar we hebben ook mensen die wat meer naar de rechterkant van het spectrum zitten. Dus we willen juist het midden zijn voor al deze mensen. Maar jullie hebben ook wel een aardverschuiving veroorzaakt. Jullie hebben inmiddels 9 zetels van de 23. Ja. Zit daar een vraag in? Ja, nou, de vraag is hoe zie jij dat? Hoe zie jij de niet gebonden partijen? Hoe zie je die trend? Heb je daar zelf ooit bewust voor gekozen om los te gaan van die landelijke partijen? Of ben je ooit eerst lid geweest van een land? Daar ben ik nou benieuwd naar. Oh, dat is een hele goeie. Nee, ik ben nooit lid geweest van een landelijke partij. Ik heb al, net zoals iedereen natuurlijk, in de jeugd op alle manieren gestemd, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Zeker niet helemaal naar links. Sorry René, zover was ik niet. Van midden tot rechts heb ik gestemd, ja. Ik kom uit de katholiek nest. Dan weet iedereen dat het CDA niet heel ver weg hoeft te zijn. Ik heb ook wel eens VVD, D66 gestemd. Allemaal landelijke politieke verkiezingen natuurlijk. Maar ik voel mezelf het meest thuis bij het wegen van alle invalshoeken. Dus vanuit alle ideologische gedachten kijken naar het meest praktische oplossing die voorhanden ligt. Ja. Ja. Ik heb jullie programma uitgebreid bekeken. En net als heel veel andere partijen zeggen jullie Papendrecht is vol. We gaan alleen nog maar bouwen. Nou ja, iedereen, ik moet zeggen, elke partij verwoordt het een beetje anders. Er zit misschien een hele subtiele verschil in. Jullie zeggen, we gaan alleen bouwen op plekken die een nieuwe bestemming gekregen hebben. En is dat dan wel voldoende? Ik begrijp het niet helemaal hoe ik dat moet zien. Ik weet niet precies wat je gelezen hebt. We hebben gezegd, we willen in ieder geval niet bouwen in groen. We willen proberen om die groenplekken die we nog hebben, die verschillende parkjes die we nog hebben, om die vooral in stand te laten. En er is nog best veel mogelijk om, wat dan genoemd wordt, in te breiden. Om op plekken waar nu bebouwing staat, als dat weg moet, dat je op die plek wat meer en anders kunt bouwen. Kijk naar de poldermolen. Daar hebben we natuurlijk een politiebureau, een brandweerkazerne. Iets verderop zit er nog wat bedrijvigheid. Mm-hmm. De plan is toch opgepakt om daar ook weer woningbouw te creëren. Maar dan ook meteen weer groen toe te voegen aan die openbare ruimte. Ongeveer 30% meer groen dan wat er nu aan steen ligt, zeg ik dan maar. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we het doen. En dat betekent dat we daar op die plek tussen de 80 en de 120 woningen kunnen realiseren. Afhankelijk van wat we daar neer kunnen zetten. Kun jij mij vertellen hoe dat trouwens gaat? Hè? Wie op welk moment bepaalt wat voor soort woningen te komen en voor welke inkomstengroep? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk aan heel veel van factoren afhankelijk. We hebben in de regio afgesproken dat we vooral voor het midden- en hoogsegment bouwen. Om de doorstroming zeg maar, tot stand te brengen. En er vooral voor te zorgen dat de regionale economische groei gepromoot kan worden. Daar hebben we dus veel woningen in het midden- en hoogsegment nodig. Ik ben dan zelf wat bestuurlijk ongehoorzaam. Ik hou er wel van om dan ook te bouwen voor starters en ook te kijken naar de sociale woningbouw die niet mag blijven staan op een absoluut nulpunt van wat het nu is. Ik vind dat daar percentueel altijd wat bij moet. Dus dat doen we ook in de Kraaihoek bijvoorbeeld. Hè. 99 woningen worden daar gesloopt. Er komen er 139 sociale woningen voor terug. Dus dat is eigenlijk wat we doen. En dat kan op heel veel plekken herhaald worden. Kraaihoek is nog niet af. Dit was fase 1. 2 en 3 komen er ook nog aan in de komende jaren. Dus er is voldoende te doen. Maar wie bepaalt nu precies wat we waar gaan doen? Het is een beetje een keuze die je zelf maakt voor een deel. Kijk, we hebben een aantal locaties waar natuurlijk een projectontwikkelaar zelf bezig is. Ik hoef niks te vertellen. Als wij zelf niet de eigenaar van de grond zijn, kunnen we hooguit meewerken met een bepaalde ontwikkeling. En als men dan kun je geen nee zeggen bijvoorbeeld. Want ik zag nu. Ja, je kunt altijd nee zeggen natuurlijk. De raad kan dat sowieso. Het bestemmingsplan moet altijd nog gemaakt worden. Mm-hmm. Ja. Want ik zag nu bijvoorbeeld er zijn plannen voor die woontoren.
op het terrein van Garage van Wijngaarden. En daar werd meteen bij de eerste plan al gezegd dat moet woningen worden voor het hogere segment. Nou, middensegment hoor, dit. Oh. Ja. Hoogsegment is echt vanaf 8 ton of zo. Oh, dus, ja, ja. Dan hebben we het over de kombuis. Oké. Arno, tot slot. Jij bent wethouder al een hele tijd. Is dat nou een leuke baan eigenlijk? Is het wel een baan? Ik voel het meer als... Ja, is het een baan? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon een functie. Iets wat je doet. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Je doet het 24-7. Ook nu, op dit moment, ben ik de burgemeester van dit dorpje. Bij afwezigheid van de andere burgemeester, mm-hmm. die even afwezig is, dat kan. En dat doe je dan als eerste logo. En ik moet eerlijk zeggen, het gaat me relatief goed af. Dat heeft iets te maken met mijn instelling, hoe ik dingen probeer voor elkaar te krijgen. Ja. Als je het hebt over contact met de gemeenschap, hè, ja. is in Papendrecht nou, kan een Papendrechter nou de telefoon oppakken en zeggen, ik bel die... Ik bel de wethouder. Gebeurt ook. Gebeurt dat? Gebeurt, absoluut. Regelmatig. Ja. Ik was de eerste wethouder die überhaupt met een 06-nummer op de website stond. Mm-hmm. En mensen wisten mij heel makkelijk te vinden. Dat was voor die tijd ook al, toen ik nog gewoon raadslid was voor het PEB. En dat is niet veranderd. Mensen vinden mij nog steeds. Ik vind het wel fijn als niet altijd dezelfde mensen bellen. Want het is ook wel leuk om eens een keer wat ander geluid te horen. Nou, er zitten altijd van die diehards bij die natuurlijk altijd blijven bellen. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik per week gemiddeld 2-3 heel onbekende mensen aan de lijn heb. En dat vind ik zelf heel prettig. En dan gaat het soms over iets heel kleins. Soms over iets wat ik meteen kan oplossen. En soms ook dingen die ik mee moet nemen om te kijken of ik daar iets mee kan. Mm-hmm. Ja. Hartstikke mooi. Ja, zeker. Dankjewel voor het gesprek. Kort en krachtig. En voor je aanwezigheid. Dankjewel, Peter.